aanzienlijk meer studenten en meer opleidingen. Het kan voor de Christelijke Hogeschool alleen maar een beter studiejaar worden. Op donderdag 30 augustus werd het nieuwe studiejaar geopend en men had goede berichten. We hebben ruim 25% meer studenten dan vorig jaar. Nieuwe inschrijvingen. En het is eigenlijk de opbrengst van een investering die we de afgelopen jaren gedaan hebben. Zowel in bestaande opleidingen, meer aantrekkelijk maken, als ook in nieuwe opleidingen die we hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld de ICT-opleiding die dit jaar gaat starten. En we zien in de hele linie, bestaande en nieuwe opleidingen, zien we echt meer studenten. En daar zijn we heel erg blij mee. Dordrecht waren we al begonnen 2 jaar geleden met een tweejarig programma Social Work. Daar komen elk jaar opnieuw meer studenten bij. En we gaan ook onderzoeken of we daar ook andere opleidingen kunnen aanbieden, verpleegkunde en PABO, omdat juist die regio er heel veel behoefte is aan professionals die juist in dat gebied werkzaam zijn. De afgelopen 2-3 jaar zijn we echt in het nieuwe gebouw bezig met hele moderne faciliteiten. En we denken dat de voorlichtingscampagnes van de afgelopen jaren ook zijn opbrengst heeft gehad. We zien heel vaak dat in open dagen dat daar HAVO 4 leerlingen komen. Dus dat duurt dan nog even een paar jaar voordat ze echt gaan kiezen. We denken dat die investering de afgelopen jaren, onder andere door het gebouw, ook nu zijn vruchten gaat opleveren inderdaad. Ook een aantal nieuwe opleidingen, welke? Nou, ik zei al ICT, een bachelor ICT, daar starten we mee. Daar zijn we heel erg blij mee dat we daarmee verder kunnen gaan. Het is een ingewikkeld proces om een nieuwe opleiding te gaan beginnen in HBO-land, maar we hebben het wel voor elkaar gekregen. En we hebben een aantal associate degree programma's, noemen we dat. Dat is een tweejarige opleiding, zeg maar een halve bachelor. En daar gaan we starten met een associate degree ondernemen, ondernemend in de zorg. We gaan beginnen met een pedagogisch educatief medewerker. En zo hebben we een aantal van dat soort programma's gaan we ook mee beginnen. De signatuur dat we een christelijke hogeschool zijn, waarin we eigenlijk bij alle opleidingen willen nadenken van hoe kunnen we de samenleving dienen. Hoe kunnen we oprecht onze medewerkers of onze studenten ook opleiden tot goede medewerkers die vraagstukken dieper doordenken in verbinding met onze overtuiging, met onze bronnen. Aan de ene kant levert dat zeg maar de oorspronkelijke achterban levert dat studenten op. Ja, maar ook wel andere studenten die zien dat die vragen extra die we stellen ook echt wel van belang is om hun werk goed te doen. Waarom studeren aan de CE leuk? Nou, als we dat aan studenten vragen, dan is dat eigenlijk altijd hetzelfde antwoord wat we krijgen. Het is kleinschalig. Het is overzichtelijk. Het is persoonlijke aandacht die er is. We kennen de mensen. In Nederland zijn er zo'n 37 hogescholen. En we zijn precies de middelste. Dus we hebben de voordelen van de grote hogescholen en de voordelen van de kleine hogescholen. Dus we zijn de grootste van de kleintjes en de kleinste van de grote. Nou, die combinatie is naar mijn idee denk ik een ideale mix om die kwaliteit te leveren die wij kunnen leveren. En dat trekt toch studenten aan. En nogmaals, daar zijn we heel erg blij mee.